dit is de enige wedstrijd die ik nog kan rijden richting het WK Sprint. En anders rijd ik 4 weken geen wedstrijden, dus voor mij was dit eigenlijk wel heel belangrijk. Gewoon goede tijden gereden, ondanks de omstandigheden. Ik kwam hier wel met gemixte gevoelens heen. Ja, ook maar niet waar je om staat te springen om een wedstrijd te rijden. Maar ik boek hier wel weer heel veel vertrouwen uit, omdat ik nu merk, die stappen die ik afgelopen week heb gemaakt, die zie ik ook terug in de race. En dat geeft wel echt vertrouwen weer richting het WK, omdat dat gevoel wat ik op het WCKT had, dat heb ik eigenlijk daarna niet meer gehad. Eerst dacht ik wel, jezus, moet die Holland Cup rijden. En toen heb ik voor mezelf gezegd, oké, moet het doen als doel richting het WK. En als je hier gaat, inderdaad heen gaan met het idee, oh, ik rij een Holland Cup in plaats van Calgary. Ik heb tegen mezelf ook eerst gezegd, fuck, ik ga gewoon proberen Calgary tijd te evenaren op Alkmaar IJs. Nou, ging aardig goed, toch?